allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar de vlog van mij, Bas Wolters. Vandaag namens de ondernemer.nl/Oost te gast bij de wedstrijd Heracles PEC in de strijd om de handhaving voor de Almeloers. Maar door Rob Toussaint, commercieel directeur, ook het verhaal over de nieuwbouw en de plannen voor het komende seizoen. Die wel staan of vallen met de Eredivisie. Benieuwd hoe het gaat en we gaan ook nog praten met Rob Toussaint over die plannen. Veel plezier met kijken. Rob Toussaint, commercieel directeur Heracles. 3 punten, welkome punten tegen PEC Zwolle in de pocket. En we staan hier in het Polmanstadion met de verbouwing. We zien het al, de tribunes. Waarom de verbouwing van het stadion? Ja, wij zijn al jaren aan het toveren hier in Almelo. We hebben met de 15e begroting en voorheen zelfs 16e, 17e, 18e begroting al 10 jaar lang Eredivisie gespeeld. Nou, en wil jij Eredivisie blijven spelen, zullen wij moeten zorgen dat de begroting omhoog gaat. Hoe doe je dat? Dat doe je eigenlijk maar op één manier, door je inkomstenstroom te verhogen. Nou, we zaten in de max in dit stadion. Even grofweg over de duim genomen is het ongeveer dat per 1000 toeschouwers je 1 miljoen uit de markt kunt halen. Nou, dus wij gaan nu naar een stadion van een kleine 12.500 toeschouwers. Dat betekent dat we naar 12,5 miljoen toe groeien. Dan doen we een beetje mee rond plek 9 tot 13. Dat betekent dat je een stabiele Eredivisieclub kunt worden. Nou, dat is het belang van uitbreiden in een stadion. Wat houdt de verbouwing in? Ik bedoel, we zien natuurlijk een nieuwe ring. We hebben prachtige businessruimtes gezien beneden. Wat houdt het in? Ja, eigenlijk wordt het stadion compleet gestript. Er blijven tribunes bestaan, maar ook dat, dat is eigenlijk ook alles. We hebben het ook vernieuwbouw genoemd. Dus geen verbouw, maar vernieuwbouw met nadruk op nieuw. Als je ziet in onze businessruimte, die wordt compleet gestript. Die wordt ook volledig opgepakt. Hoofdtribune, die wordt opnieuw opgebouwd als het ware. De bestaande constructie blijft wel bestaan. Maar qua beenruimte gaan we wat ruimer zitten. Dat betekent skyboxen, die komen er bovenop. We krijgen een fantastische tweede ring voor onze supporters. Overigens ook de eerste ring, alle stoeltjes die gaan eraf. En we gaan ook daar qua comfort gaan we het allemaal beter neerzetten. We gaan ruimer zitten. De catering is top. Iedereen kan meteen, als hij wegloopt bovenop zijn vak, dan zit die cateringpunt of toiletpunt altijd goed. Dus we gaan echt alles op comfort pakken. En alles wordt compleet vernieuwd. En als je dan naar ondernemers kijkt, je noemde het al, hè, skyboxen, business seats. Wat biedt het meer voor ondernemers straks in het nieuwe stadion? Ja, uiteindelijk gaan we op topniveau gaan we hier voetballen, maar gaan we ook ondernemen en zaken doen. Dat betekent dat je in een comfortabel stadion, echt met alle faciliteiten die je bij de hand hebt, nieuwe dimensie neer gaan zetten en zaken doen. Maar ook nieuwe dimensie en comfort. Gaan we alles oppakken. En ja, mensen gaan hier in een fantastisch nieuwe businessruimte, nieuwe skyboxen. Gaan we ondernemers aan elkaar verbinden. Als we kijken hoe we bijvoorbeeld in ons stadion, hoe we te werk zijn gegaan. Hoe wij dit stadion ook vernieuwbouwd hebben, moet ik zeggen. Dat is ook door alle sponsoren is dat gedaan. Die bij Heracles Almelo al jarenlang een warm hart toedragen. Dus ook daarin hebben we laten zien van jongens, hier is het grootste platform van de regio. Als wij zelf wat te vergeven hebben, zorgen we ook dat de regio meebouwt. Dus we hebben er daar heel bewust voor gekozen dat onze sponsoren eigenlijk het stadion vernieuw bouwen. Tot slot, sta je hier volgend jaar, einde van het seizoen 2015-16. Waar hoop je op? Nou, ik hoop dat we dan een fantastisch nieuw stadion hebben staan. Waar we dan voor het eerst een jaar in gevoetbald hebben. En dat het mooiste zou zijn als dat helemaal uitverkocht is. En dat we dan ook nog fantastische prestaties op het veld neerzetten. Ja, dan is alles geslaagd. Winst op Zwolle. Dus 3 belangrijke punten in de strijd om de handhaving voor de Eredivisie. En nog belangrijker, een prachtig verbouwd stadion. Tenminste volop in bouw. 12.500 plekken en veel meer mogelijkheden voor ondernemers. En daarmee ook meer resultaat en meer zeg maar, omzet voor de club. Waarmee ze zeg maar, langer in de Eredivisie kunnen blijven. Aldus Rob Toussaint, commercieel directeur van Heracles Almelo. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.